titel zo kunnen omzetten dat hij er weer mooi leesbaar uitziet. Dat betekent dus dat de tekst die achter de komma staat voor de inhoud geplaatst wordt aan een spatie en de komma natuurlijk zelf verdwenen is. Dan zien we dat bij adembenemende natuurbeleving en de geschiedenis van Nederland mooi uitkomen. Wel, daarvoor gaan we natuurlijk kijken of we de inhoud, de boekpunttitel die we krijgen, of we die kunnen omzetten. En daarvoor moeten we eigenlijk een string omzetten. We moeten de string eigenlijk waar we ombouwen. Daar gaan we natuurlijk een aparte functie voor schrijven, die buiten onze item staat. Hier staat, hier begint het sorteerboekobject te komen. En we gaan daar dus een functie schrijven. Maak een functie die de tekst achter de komma vooraan plaatst. Goed, dat wordt natuurlijk een de constante in x6 keer tekst om bijvoorbeeld. Dat is een argument of een parameter die we meegeven. Dat is dus de tekst met die komma erin. Of misschien ook tekst zonder komma erin. Dat kunnen we niet altijd voorzien. En daar komt dan vervolgens een aantal statements over. En wat we dan zouden kunnen doen is dat we zeggen van maak eerst een array. Een array die is eigenlijk opgebouwd uit de string. En op de plekken waar een komma in de string staat, maak je dus een nieuw element voor je array. Dus let array is bijvoorbeeld in dit geval string. .split. En dan geef je daarin ook weer een argument mee. En dat is in dit geval de komma. En dan hebben we hier dus een array gecreëerd. Als er een komma in die tekst voorkomt, dan hebben we dus hier elke keer een nieuw item in de array zitten. En die kunnen we dan teruggeven. Dus dan zeggen we dus bijvoorbeeld string. Die wordt dan gelijk eerst aan het tweede deel van de array. Dus dat is array. En dan het eerste deel. En daarna een komma, dus dan doen we een plus. En dan een string die de spatie bevat. En dan weer het tweede deel van de array. Array 0. Goed, en dan als dat gebeurd is met deze constante, dan gaan we hier vervolgens de string teruggeven. Return string. Goed, dit zouden we kunnen testen. Als het in ieder geval hier werkt, we gaan even zeggen, maar een keer tekst om zou je kunnen opgeven, dus keertekst om, wil hier een keertekst op van maken, wordt het een beetje leesbaarder. En dus keertekst om. En die geven we ons een argument mee, en dat wordt natuurlijk een string, bijvoorbeeld Amsterdam Media College. Nee. Nog maar een keer. Dan spatie Media College bij best wel lastig woord natuurlijk. En nou, kijk of hij dat dan wil geven. Dus undefined, een Media College Amsterdam. Dat is inderdaad gewoon niet veranderd. Als wij er nu tekst nog een keertje invoegen, maar dan met een komma erbij,
dan doet hij dat dus wel. Media College Amsterdam. En we moeten dus wel testen of er natuurlijk ook een, in die tekst een komma voorkomt. En dat is natuurlijk bij deze is dat niet het geval. En bij deze is dat wel het geval. Dus dat gaan we met een if statement even proberen af te vangen. Dus we gaan eerst testen of in die array een komma voorkomt. If. En dan pakken we die string. Punt index of. En dan kan je vragen van welke plek staat er een komma. En dat is de methode, de method index of bij arrays. En dan geven we als argument dus weer de komma in. En als die dus gelijk is aan min, of niet gelijk is aan min 1, want in dit geval die min 1 is, dan is er dus, geen komma aanwezig. Als die dus niet gelijk is aan min 1. Dus index of geeft altijd een waarde. Dus je kan ook hier bijvoorbeeld zeggen van index of. En dan geven we hier een string in van hallo. Index of hallo. En die geeft dan een coördinator. En dan kan het ook niet te ver. Kan dus dan. Nou, dan gaan we eerst even een string maken. String let a. Ja. Let de variabele a is gelijk aan een string in dit geval. Hallo. Die zetten we dan hier. Het geeft dus prima. En dan a.index of. En dan vragen we kijken of daar dus die komma in voorkomt. En dan geeft hij hier inderdaad min 1. En noem maar eventjes A is. Ja, wel. A is een nieuwe string. En die geef ik dus. Dag meneer. Dan is dat dus deze geworden. En als we nu dus A index of gaan vragen, dan staat hij op de derde plaats. Want dit is dus 0, 1, 2, 3 en dan komt hij daar dus in. He, dus we gaan kijken of hij dus min 1 is. Als dat min 1 is, als hij niet gelijk is aan min 1, dan zit er dus wel een komma in. He, als hij min 1 is, dan zit er dus geen komma in. Nou, dan gaan we hier dus deze knippen. En dan gaan we dit dus uitvoeren. En dan kunnen we nog even zo wat compacter schrijven. Dit slaan we dan op. Hier hebben we dan die functie die we dan hebben. Die gaan we dus nu even testen. Die hebben we al gelaten. Dus we doen hier even keer tekst om. En dan vullen we hier dus in bijvoorbeeld Amsterdam Media College. Met een komma ertussen. Als we daar enter geven, geven we Media College Amsterdam. Doen we nog een keertje. Keertekst om zonder die Media College, dan krijgen we gewoon Amsterdam Media College en dan krijgen we wel iets terug, geen undefined, maar de tekst wordt niet omgekeerd, en precies de volgorde die we willen. Nou, dit gaan we dan natuurlijk toepassen in onze uitvoer, want we gaan de titel dus op twee plekken uitvoeren. We hebben hier in onze functie, als we dat gaan opbouwen hier zo, hebben we hier de cover en de titel. En je boektitel die doen we dus met de functie keer om. Dus we zetten daar haakjes omheen. En dan komt hier dus keer om. Die keer tekst om. En die keer tekst om. Die doen we natuurlijk ook als we de titel zelf willen hebben. Het is natuurlijk wel alvast netjes gesorteerd voordat we dus gaan uitvoeren. Dus eerst sorteert hij goed. Op de goede boek als het goed is. En daarna gaat hij dat uitvoeren. En dan zien we ook staan. Dus die A staat nog meteen bovenaan. En boven Delft Design enzovoorts. En de geschiedenis die staat dus niet bij de D. Maar die staat er echt netjes tussen de G en de F. Dus wat dat betreft is het gelukt.